Het ministerie van Openbare Werken, OW, wil scheepvaart in het Saramaca-kanaal stimuleren. Dat zei minister Riyad Noor Mohammed donderdag bij de contractondertekening van de tweede fase van het Saramaca-kanaalproject. OW heeft hierover al een meeting gehad met zijn collega minister van Justitie en Politie om besluiten te nemen waarin zwaar belastend verkeer voor hout- en materiaaltransport via water moet worden vervoerd. Hij benadrukt dat het Saramaca-kanaal die functie over moet nemen. Dus als we dat stimuleren, we moeten de volgende gesprekken nog voeren, dan zal dit kanaal dubbele functie gaan krijgen. En we hopen dat we daarmee een deel van de inkomsten voor onderhoud terug kunnen verdienen. Want elke dag dat we wachten, groeit dat gras, mevrouw Margaret, u hebt gelijk. Elke dag. En elk grasje kost ons niet 1 SRD, maar een paar duizenden SRD. Want je gaat een poklijn willen inzetten of een boot, ponton, is niet goedkoop. Dus binnenkort gaan we wat besluiten nemen daarover. Zodat wat eigenlijk lang niet gebeurd is, nu wel gebeurt. De bewindsman zegt dat er ook veiligheidsmaatregelen langs het kanaal getroffen zullen worden. De samenleving zal middels geplaatst worden erop worden geattendeerd dat niet op de bermen langs het kanaal gebouwd mag worden. Dus de mensen die illegaal bouwen, die gaan moeten weggaan. Ook vervuiling mag niet meer toegestaan worden. Daarvoor heb ik direct vanaf Poekie aangevraagd om borden te zetten. En eventueel, kijk naar mevrouw Margaret, if we need more assistance voor security reasons, we will ask the project to support us in that. En ik heb begrepen dat er zelfs gejaagd wordt, ook in dat gebied, dus dat is een beetje gevaarlijk, want als je een kogel van links naar rechts ziet, kan het in iemands huis komen, dat zijn gevaarlijke dingen. Dus we gaan de minister van Jeugdzorg ook vragen om te helpen. Een van de toekomstplannen is om gebruikers van het kanaal te betrekken bij het onderhoud van deze waterweg.